Maatschappij lid 2, hoofdstuk 7, Europa. De lidstaten. De Europese Unie kent momenteel 27 lidstaten. Hier zie je ze. Opvallend zijn de witte vlekken. Midden in Europa is dat Zwitserland en bovenin is dat Noorwegen. Niet alle landen in Europa zijn dus ook lid van de Europese Unie. De geschiedenis van de EU. Europa kent een lange geschiedenis en is eigenlijk begonnen vlak na de Tweede Wereldoorlog met de EGKS, de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. Deze werd opgericht om te voorkomen dat er weer een nieuwe oorlog zou komen. Al snel werd vooral het economische gedeelte het meest belangrijke. Vandaar dat de naam steeds werd veranderd. Uiteindelijk werd in Maastricht in 1992 de huidige naam vastgesteld, de Europese Unie. Enkele feiten over Europa. De EU kent 27 lidstaten, heeft zo'n 500 miljoen inwoners, is zo'n 4,3 miljoen vierkante kilometer groot en niet alle landen van de EU hebben de euro als betaalmiddel en Nederland is vanaf het begin lid. De EU zelf. De belangrijkste pijler van de EU is economische samenwerking. Het doel is een vrije, gemeenschappelijke handelsmarkt creëren. Denk daarbij aan vrij verkeer van goederen, diensten, geld en mensen. Je kunt dus ook gaan werken in Italië of Spanje of Portugal. En bedrijven kunnen makkelijker hun goederen bijvoorbeeld naar Duitsland brengen. Ze hoeven dus niet meer aan de grens te wachten. Het garanderen van eerlijke concurrentie. En een gemeenschappelijk landbouwbeleid. Maar er wordt ook samengewerkt op andere gebieden. Denk daarbij aan justitie, het buitenlands beleid en het milieu. De begroting van de EU is zo'n 116 miljard euro per jaar. Daarvan gaat dus het meeste geld naar het eerder genoemde landbouwbeleid. 46% van de begroting gaat daar naartoe. Wat is nu de invloed van de EU op Nederland? Nederland moet namelijk Europese richtlijnen omzetten in Nederlandse wetten. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan de euro, rechten van de consumenten, gezondheid- en veiligheidseisen, mobiel bellen, verbod op dierproeven, gelijke rechten voor mannen en vrouwen, bescherming van het milieu, Europees burgerschap, mensenrechten en democratische beginselen, studie en stage in de EU en de financiën. Het bestuur van de EU bestaat uit een aantal organen. De Europese Commissie, de Raad van Ministers en het Europees Parlement. De Europese Commissie is het dagelijks bestuur van de EU, zeg maar te vergelijken met onze regering. Ze hebben twee taken. Voorstellen nieuwe wetten en maatregelen en zorgen voor de uitvoering van punt 1. De Raad van Ministers. Ministers van alle lidstaten die opkomen voor de belangen van hun landen. Hun belangrijkste taak is het goed of afkeuren van wetten van de Europese Commissie. De samenstelling van deze raad verschilt per onderwerp. Als het gaat over financiën zijn het de ministers van Financiën. Gaat het over landbouw zijn het de ministers van Landbouw. Gaat het over het algemene beleid dan zullen het de minister-presidenten of de presidenten van de verschillende landen zijn. Het Europees Parlement. Het Europees Parlement is de gekozen volksvertegenwoordiging van de EU, net zoals de Tweede Kamer in Nederland is. Hiervoor mag je 1 keer in de 5 jaar stemmen. Ze hebben 2 taken. Het goed en afkeuren van wetten vanuit de Europese Commissie en het controleren van die Europese Commissie. Het Europees Parlement is behoorlijk groot. Alle landen van Europa werken er immers in samen. Vandaar dat er maar liefst 736 Europese parlementariërs zijn. Dit is verdeeld over de landen naar inwonersaantal. Het grootste land van Europa, Duitsland, heeft dus het meeste aantal zetels. 99 om precies te zijn. Nederland heeft er 25. Om toch te kunnen besturen werken de verschillende stromingen ook in Europa samen. Zo kom je
toch nog tot eigenlijk een beetje dezelfde indeling als in de Tweede Kamer. Europa kent ook een aantal knelpunten. Waar moeten we dan aan denken? De vraag van zelfstandigheid van staten. Sommige landen zijn bang dat er een Europese superstaat komt. Dus dat Nederland bijvoorbeeld een provincie wordt van het land Europa. Er is weinig democratische controle. Zoals je hebt gezien, is de Europese Commissie op papier het dagelijks bestuur, maar zijn eigenlijk de ministers degene die bepalen wat er gebeurt in Europa. Het is log en bureaucratisch, al die tolken alleen al, en het kost heel veel geld, zo'n 7,7 miljard euro per jaar. Als je de EU gaat uitbreiden, wie mag er wel bij en wie niet? Zijn rijke westerse landen bereid om te blijven betalen voor Oost-Europese landen? En mag bijvoorbeeld Turkije bij de EU? Het verschil tussen rijk en arm. En daarmee wordt de lage lonenlanden bedoeld. Denk aan buitenlandse arbeiders die hier komen werken en veel goedkoper zijn dan Nederlandse arbeiders. Dat mag binnen de EU-wetgeving, maar geeft Nederland wel een probleem.